je zeggen ik ben niet de beste. Yeah. Huh? Ik ben sterk als drank. Je hebt een band, maar geen band. Ik loop altijd weer weg, dus wij zien me niet zitten. Scared money, don't make no money en het blijft ook niet zitten. Ik heb weinig met wat hier allemaal rondloopt. Nederlanders, Nederlandse, Marokkanen, Turco, wat dan ook. En 9 tot 5'ers, ze denken hokjes en willen in blijven. Voelt veilig, we volgen allemaal hetzelfde programma. Mensen met handleiding. 9 tot 5 mentaliteiten, ga niet in geloven. Heb geduld, mijn maag geloof ik niet eens, maar wel in de bakken van mijn tantes. Even om mijn schub, de hele dag hangen en gebruiken. Je denkt dat je stunt. Wat een woord voor mensen als jullie back in the days. Junks, ze werden dit soort guys genoemd vroeger. En nog steeds door mij en andere old schoolers. Mensen willen mij vertellen hoe ik het moet doen. Wat doe jij dan met je leven? Ik neem jonge guys niet kwalijk. Je bent jezelf nog aan het zoeken. Ayo, fuck mensen. Ayo, luister. Fuck mensen. Ayo, hey, ha. Fuck mensen. Luister dan. Hey, hey. Fuck mensen, man. Hey, fuck mensen. Fuck mensen. Luister. Fuck mensen. Fuck mensen. Fuck mensen. Fuck people. Hey. Fuck mensen. Fuck you. Ze hebben altijd wat te zeggen. Dus wacht, je bent gewoon een meid. Hoe zit er dan in jou zoveel schoonheid? Ik kom gewoon uit de hoed, Noordside. En jij waar in de helaal. Draai even om, bitch. Ja, ik doe even asociaal gedrag. Kan worden gezien als fout. Ze is vlezig 100% alap. Ik groeide op met gangsterrap. Ga jij mij huilen? Fuck de industrie. Ze zijn nep. Ga jij ze maar pijpen? Als een homo op mij haat en je op een Instagram aftrekken. Voorsprong als zelfvaliderende man. Ik weet ik ben de beste rap. Weet ik ben de beste rap. Weet ik ben de beste. Beertjes, wijntjes. Playboy, pony. Steek mijn spies in konijntjes. Wat een leuk meisje. Lief als Nijntje. Inspiratie in de Lidl, ik zag biertjes en wijntjes. Oh nee, ik wil geen beef met iemand uit Westside. Het gooi, straks schiet ze me af met een waterpistool. Je kent de boy van het liedje Boormachine. De volgende woord: tak 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 tak. Nijmachine. Ayo, fuck mensen. Ayo, luister. Fuck mensen. Ayo, hey, ha. Fuck mensen. Luister dan. Hey, hey. Fuck mensen, man. Hey, fuck mensen. Fuck mensen. Luister, fuck mensen. Fuck mensen. Fuck mensen. Fuck people. Hey, fuck mensen. Fuck you. Ze hebben altijd wat te zeggen. Ze vinden echt contact raar, dus nu moet ik in DM's slijden. Partys wijven, lijken allemaal clones van elkaar met andere namen, nationaliteiten. Young boy, get je ice up, kan je als mij shinen. Bandanas, Durex, caps, kan je op mij lijken. Schiet een clip als ik bouw, doe het als Blake Griffin. En voor de volgende clip heb ik enge shoes, Scottie Pippen. Ik heb echt bad luck, er werd niks gegund en niks gegeven. Maar hoe ben je dan zo ver gekomen? Hard gestreden. Luister niet eens 6ix9ine, maar hij is wel chillen, heeft hits. Zonder cosigns, vriendjes, politiek, niemand doet dat hier. Ja, ik en hij schiet clips. En in zijn woorden, je bent volwassen met een kind die veel te kort komt. Dus waarom loop ik de haat op een kind? Ik kan iemand zijn slam niet ontkennen, maar soms is het wat het is. Deze rappers zijn kapitalist, materialist, narcist, dat zijn geen moslims. Je kan bijvoorbeeld ook geen vrouw haten en zeggen je bent feminist. Over vrouw gesproken en hebben pussy. Jij bent een pussy. Ayo, fuck mensen. Ayo, luister. Fuck mensen. Ayo, hey, ha. Fuck mensen, luister dan. Hey, hey. Fuck mensen, man. Hey, fuck mensen. Fuck mensen, luister. Fuck mensen. Fuck mensen. Fuck mensen. Fuck people. Hey, fuck mensen. Fuck you. Ze hebben altijd wat te zeggen. Quattro. Ja, numero quattro. 4. We neuken die bootsessies. Wie doet me na? Ja, over een paar jaar jullie allemaal. Doen het gewoon. Hard aan het werk, weet je. Heb je DJ Lion shit nog niet gecheckt? Ben je nog niet geabonneerd? Wat luister je dan het hele jaar? Niks. Eigenlijk luister je naar niks als je niet naar J Lion luistert, snap je? Je luistert naar lucht. Het is net als bij de McDonald's eten. Gebakken lucht. Ja, het is een lekkere snack. Maar dit is die soulfood. Dat is mijn muziek. In vergelijking met die andere.